Nou, de vlag hangt, dus het seizoen is begonnen. De eerste klanten zijn inmiddels geweest. Dus jullie zijn welkom. Een dagje eerder nog dan verwacht, dus dat is super. De eerste klanten zijn geweest en het enige wat nog ontbrak was de vlag in de mast. Dus die hangt nu ook. Dus het seizoen is eindelijk begonnen. We zijn er weer. Tot en met de kerst aardbeien. Dit kan er dan toch niet laten. Dan is er hier eigenlijk voor de vlag en dan zit hier toch wat onkruid. Dat is als je op een eigen bedrijf werkt. Nou, het seizoen is geopend, dus ook het winkeltje gaat hier open. Dit jaar mooie nieuwe bordjes. Allemaal cadeautjes. Hier alvast een pakketje voor moederdag. Lieve mama, ik hou van jou. Nou, er staat van alles. Kom een keer kijken voor een cadeautje. Nou, inmiddels begint het overal lekker te kleuren. Toch zal je volgende week zien op de vlog dat het echt een veel rodere zee is dan nu. Nu is het toch nog een beetje zoeken naar de rijpen, maar als je zo ziet, zie je toch wel dat het goed op gang komt. Als je zo echt onder de goten staat, zie je ook gewoon wel hoeveel er hangt en dat het toch echt heel veel aan het kleuren is. Maar ik zal dit beeld volgende week ook nog een keer laten zien. En dan kun je zien wat een enorm verschil dat is met deze week. Overal volop aardbeien, maar ook nog veel groener. Dat is mooi. We hebben straks met Pinksteren ook veel aardbeien. Dat is voor ons heel belangrijk. Want dan is het tuinver in het woud. Nou, inmiddels is het plukken voor vandaag klaar. We plukken alleen wat echt rijp is en natuurlijk erg lekker is. Dus we gaan weer verder met het doorhalen, want ook dat is nog steeds niet helemaal klaar. Een deel van de kast moet gewoon nog een keertje worden gedaan. Hier is Sam, hard aan het werk, maakt een beetje reclame. Ja, voor Above Media. Toevallig over een paar weken gaan we daar ook weer aardbeien uit delen. Hartstikke leuk. Mooi initiatief. We rijden het mooie Enkhuizen in, want daar ligt het park Sprookjes Wonderland. En daar staan we op het plein van Violinde. Want daar is een sprookje in de theaterzaal. En in dat theater zie je het sprookje van Violinde. En Violinde lust alleen maar aardbeien met slagroom. En daar hebben wij handig op ingespeeld om ze na de voorstelling aardbeien met slagroom te kunnen aanbieden. En ik breng vandaag Angela daar naartoe. Nou, inmiddels zijn we op het park aangekomen. Hier is de expeditie. En wij staan bij Violinde, dus we lopen nog even het park verder door met de aardbeien. We lopen het lange pad af richting het kasteel van Violinde. Inmiddels zijn we aangekomen op het plein van Violinde. En hier is Angela alles aan het klaarmaken voor als straks de bezoekers de theaterzaal verlaten. Inmiddels terug van Sprookjes Wonderland en ik heb daar Angela afgezet en die gaat daar aardbeien met slagroom vandaag verkopen op het plein van Violinde. En ik ga weer op weg naar huis. Ik vind die ritjes in de bus eigenlijk niet zo heel erg. Vaak als het heel druk is, dan vind ik het heerlijk eventjes een ritje rustig alles overdenken en plannetjes weer maken en alles even op een rijtje zetten. Onderweg kom ik prachtig mooie tulpenvelden tegen. Dan is het natuurlijk helemaal niet zo erg om dat ritje te maken.